Mollenvanger Klaas Stapintia uit Emmeloord heeft het drukker dan normaal. Hij moet er nu al in de winter op uit om mollen te vangen. Er zijn nu veel mols open. En dat komt er vooral door dat de regenwormen minder actief worden. Dus de mol moet meer grond verzetten en graven om zijn voedsel te vinden. En daardoor gaat de mol meer bulten maken. Gewapend met een klem en een schep gaat hij op mollenjacht. Die zijn niet zo moeilijk te vinden, want het wemelt van de molshopen. Zo ook bij de rotonde bij industrieterrein De Munt in Emmeloord. Dan ga ik proberen de gang waar die doorloopt te vinden. Kijk, hier spit ik het met een schepje uit. Hier kun je al heel mooi zien. En dan heb je hier de gang waar de mol doorheen loopt. Hij zet een klem voor het gat en doet het weer dicht. Dat dek ik af met wat losse modder, zodat hij niet licht en donker kan onderscheiden. Dit jaar zou er sprake zijn van een mollenexplosie. Dat is helemaal niet waar, denkt Stapintia. Dat is inderdaad onzin eigenlijk. Eigenlijk is er ieder jaar een mollenexplosie. Maar het allerbelangrijkste denk ik dat door de zichtbaarheid nu van de grote mollenbulten en het kortere vegetatie, dat juist nu heel erg opvalt. En wat er meespeelt is nogmaals dat die mollen veel naar bermen en tuinen gaan. Dat is een heel geschikt leefgebied in de winter. En dan krijgen de mensen er ook veel meer overlast van. Het zijn hele kleine beestjes, die mollen, 15 centimeter lang ongeveer. De mol laat zich niet verjagen door zwaar wegvervoer dat voorbij raast. Als je de beesten in de tuin hebt, is dat niet fijn. Vergassen raadt Stapintia af. Nou, dat gas vervluchtert snel en dat hangt dus al heel erg af. Heeft de mol een heel klein leefgebied? Is het kleigrond of is het veengrond? Je moet daar ook gecertificeerd voor zijn, dus je moet een diploma halen. Ik ben beroepsmollenvanger en het enige wat eigenlijk effectief is, milieuvriendelijk en duurzaam, dat is de mollen te vangen met een mollenklem. Dat kun je zielig vinden, maar je vangt de mol met een ouderwetse klem. Dat is heel effectief en dat is eigenlijk de enige bevredigende oplossing. Mollen zelf proberen te vangen is niet slim. De beestjes zijn namelijk vrij rap. Het zijn hele mooie kleine beestjes, maar je moet je in de mol verplaatsen. En ja, het is, de ene kan goed piano spelen en de andere kan bijvoorbeeld goed mollen vangen. Dat is wel een professie.